Wij mensen kunnen jaloers zijn op mensen uit Jezus' tijd die hem zagen, hoorden, de wonderen mochten zien met hun eigen ogen. Maar Jezus is heen gegaan en hij spreekt erover in het evangelie. Ik ga heen, zegt hij, naar hem die mij gezonden heeft. En er is daarom droefheid in uw hart. Maar tegelijkertijd zegt Jezus iets wonderlijks. Hij zegt, het is goed voor u dat ik heen ga. Blijkbaar moest het beste nog komen. Jezus is toch al gekomen, zou je zeggen, de Zoon van God, die de dood heeft overwonnen, die zich laat zien na zijn verrijzenis. Maar hij zegt, als ik niet heen ga, zal de Helper niet tot u komen. Maar nu ik ga, zal ik hem tot u zenden. En hij spreekt over de Heilige Geest, die met Pinkster over de apostelen komt. En daarmee over de kerk. En daarmee over ons. Die immers doopsel en vormsel ontvangen. Ja, die ons geleid mogen weten, gevuld door de Heilige Geest. Maar wat betekent dat? Hoe kunnen wij daarvan leven, nu Jezus toch naar de hemel is gegaan? Want nu, we horen het heel concreet in de handelingen van de apostelen vandaag. Paulus is in Filippi aangekomen. Daar, dat was gisteren de lezing, is de eerste bekeerling. Lydia, met haar huisgezin wordt ze gedoopt. En dan na die vrouw met haar huisgezin komt er nu een man die gedoopt wordt met heel zijn huisgezin. Maar op een bijzondere wijze. Het is de gevangenbewaarder die Paulus en Silas op bevel van de overheden in de binnenste kerker heeft opgesloten met hun voeten in het blok. Nadat deze zijn gegezeld. Het is nogal een ontvangst geweest in Europa. De tweede lezing al direct. Eerst Lydia en dan Paulus en Silas. Gevangen, gemarteld. En dan in de binnenste kerker. Maar zo kunnen ook wij ons soms voelen. In een binnenste kerker. Vast. Problemen waar we niet uitkomen. Want zelfs als je die blok dus los kunt maken waar je voeten in zitten, dan zijn er nog die gevangenisdeuren. En als je daaruit komt, dan blijkt dat je in de binnenste gevangenis zit. En dan buiten zijn nog eens gevangenisbewaarders. Zo kunnen mensen zich voelen. Maar bij Paulus en Silas is het compleet andersom. Want wat doen Paulus en Silas in die complete duisternis, in die uitzichtsloze situatie? In middernacht notabene, dus het meest duistere wat je kunt bedenken. Ze waren in gebed en zongen Gods lof, terwijl de gevangenen naar hen luisterden. De gevangenen die verbaasd zich moeten afvragen, wat bezielt deze twee mensen? Wat hen bezielt is de Heilige Geest. De Heilige Geest die zo sterk is, dat hij hen zelfs verlost uit die grootste duisternis. Want midden in die nacht was er een hevige schok. De gevangenis beefde op haar fundamenten en alle deuren vlogen open. Je zou zeggen, de Heilige Geest kan blijkbaar het onmogelijke bewerken en vrijheid schenken aan een mens. Maar het gaat niet om Paulus en Silas. Want Paulus en Silas blijven. Ze rennen niet weg. Ze zeggen, wij hebben dit voor gezien. Ze hebben ons gegezeld. Wij komen nu voor onszelf op. Nee. Zodra dit gebeurt, roept Paulus naar de gevangenisbewaarder die zelfmoord wil plegen. Doe uzelf geen kwaad, wij zijn alle nog hier. En hij verkondigt deze man, die notabene hem gevangen hield, de blijde boodschap. En deze man doet iets wonderlijks. Hij neemt hem mee naar huis en al zijn huisgenoten luisteren naar de verkondigingen van het woord en laten zich dopen. Nog diezelfde nacht. En dat is de weg van de kerk. De kerk die een weg wijst uit de duisternis waarin mensen zich kunnen bevinden. Een duisternis die er voor ons allemaal is. Ieder huisje heeft zijn kruisje. En uit die duisternis wil God u redden. Door zijn Heilige Geest. Dat hoeven we dus niet op eigen kracht te doen. Zeker wij Nederlanders, wij zijn heel pragmatisch ingericht en doelgericht. En wij, desnoods, dan praten we hier en daar nog wat en we polderen wat en dan. Nee,
De kerk is totaal anders. De kerk, dat is Jezus Christus die leeft. En wij hoeven ons maar open te stellen voor zijn geest. En hij wijst ons de weg die wij moeten gaan. Niet dat die weg gemakkelijk is. Paulus zal niet voor de laatste keer gegezeld worden en gestenigd worden. En uiteindelijk onthoofd worden. Maar er is een diepe vreugde in hem en in iedere christen. Die mag weten dat Jezus leeft. Ja, dat hij leeft in ons. En dat hij ons eens thuis zal brengen. In het huis van onze hemelse Vader. God zij